Vandaag ga ik spelen met een van de sterkste handguns in de game, namelijk de MR6 Single Shot Pistol. We gaan kijken of we daar een chill potje mee kunnen gaan neerzetten. Ik ga nu een potje shooten, dus let's go. Oké, dit is dus mijn MR6 klas. Ik ben met de long barrel en de elo sight erop. En ik heb expres een keer lage streaks aanstaan om te kijken of dat ook een keer goed gaat. Ik heb namelijk de HCXD, de care package en de dart aan. Ik hoop dat ik door mijn long barrel mensen op best wel sexy, lekkere, lange afstand kan schieten. Ik sta uit de map, Kut. Ik stond uit de map, fuck my life. Shit, oké. We gaan dus nog gewoon proberen dus een chill potje neer te zetten, wou ik zeggen. Maar ik wil heel graag de Akimbo unlocken op de MR6. En er moet nog één dingetje voor, dat komt erin. Je bent zo kansloos als er iemand op close range op je schiet, hè. Tenzij je echt een hele goede triggervinger hebt. Nou, dan heb ik die niet heel erg. Toch is die van mij ook weer niet heel erg verkeerd of zo. Zoals je ziet, let's go. Bam. Oh, ik had er niet door dat hij er zat. Ik had echt niet door dat die gozer daar zat. Als die daar had gezeten... Oh... Ik had hem misschien wel kunnen hebben, maar dat had ik een lucky headshot moeten zijn. Oké. Jezus, teammates. Kom op, jongens. Ai! Ah, ik kwam onder dat bruggetje vandaan, viezerik. Oh, dat hou ik niet door. Shit, dat is pijnlijk. Dat is echt pijnlijk als hij daar anders vandaan komt uit het niets. Niet rechts van me. Snel hierheen slijden. Let's go. Hem hier binnen pakken. En hem ook nog. Ik moet reloaden. Fuck mijn lijf. Ah! Dit is zo erg intens. Woe! Maar ik ga niet goed. Ik sta 9 om 6. Het is wel intens. Ik ga niet goed. Mijn stem is ook echt naar de kloten. Ik zie jullie wel hoor. Oké, ik doe mijn sight in. De warren op. Hoppakee. In mijn rug. Oh, ik was te laat met omdraaien. Had een XR2. Sterk wapentje. Iets sterker dan de M870, geloof ik. Dat weet ik niet zeker. Volgens mij wel. Oké. Die is je. En hij leek er kwijt. Oh mijn god, mijn triggering was beter. Let's go. Nu zit gewoon opwachten. Oh, ik heb... Dat kan ook. Oké, roep dit ding in. Merp, merp. Kom op. Kijken of we een kill mee kunnen maken. Boom. Ja, 1 kill. Let's go. 1 kill is voldoende met zo'n laag streak, vind ik. Oh, mijn triggervinger was echt heel slecht hier. Let's go. Oh, nice teammate. De safe. Ze is rechts hier zo. Hier rechts laat ik gelijk. Ja, zie je al. Mijn triggervinger is nu wel on point. Oeh. Dit is de dode koek. Oh, let's go. Nee, mijn rug kan bijna mijn cap packen. Shit. Jammer. We gaan nu wel een stukje beter als in het begin in ieder geval. Dat was een teammate. Wat? Waarom ging mijn ding kapot? Oké, het zal wel. Mijn rug. Oh, ze kwam uit geturnd, maar zijn triggervinger is zo slecht. Fucking hell. Kom maar, ik wil gewoon boven de 2KD eindigen. Dat zou mooi zijn. Fuck, hé. Als hij niet met zijn Vesper kwam. Nieuwe Superboy. Die ene gozer met die MR6 liep er ook bij. Wat? Oké, let's go. Dag al. You won't die. Hier. Poeier ik je gewoon zo vol. Dit slaat nergens op, jongens. Dit slaat echt helemaal nergens op. Kijk hoe ver hij staat.
Dit slaat helemaal nergens op. Hoe ver? Nah. Het zal wel aan mij liggen. Wow, ik ben scheef! Jezus! Dit is echt slecht dit. Hier schaam ik me wel een beetje voor. Waar? Ik ben dan. Hey jongens! Tot de volgende keer! Jongen, ja, ik heb geen 2KD. Kak! Nee, nu al helemaal niet! Teammate, wat ben je voor slechte mogol? Shit! Op. Ik heb schrek trouwens. Jongen. Infantry terminated. Bam. Oh, we hebben potje al gewonnen. Let's go. Ja, ik wou dus nog mee sexy inroepen, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Mijn eindscore is 31-15. Toch nog een 2KD wat ik wou. Dus, mocht je nog van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter. Abonneer hieronder voor meer Call of Duty Black Ops 3 video's. En natuurlijk vlogs die op mijn kanaal online komen. Bedankt voor het kijken. Tot morgen om 3 uur bij weer een nieuwe video, jongens. Zoals ik altijd zeg. Doei.